VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV verspeelt voorsprong, maar pakt toch een punt tegen Vitesse. Zometeen de beelden. We blikken vooruit op PEC Zwolle VVV. En waar ligt de toekomst van Clint Leemans? Aardige versnelling hier. De voorzet is ook nog eens goed. Hunten, krijgt hij een kans? Ja, dat krijgt hij zeker! Torino Hunten en VVV leidt. Vrij afgemaakt, maar dit is natuurlijk waarom dit doelpunt ontstaat. Geweldige actie, geweldige assist van Moreno Rutte. En Hunten is de man die het af mag maken. Dat doet hij ook goed. De controle en het afmaken, dat doet hij zeer fraai hoor. Post. Die van ver en die gaat erin. Pasveer verkijkt zich. En die scoort 2-0 VVV. De ploeg die dit kalenderjaar zo moeilijk tot scoren komt, maakte na iets meer dan 20 minuten al 2 tegen Vitesse. Ja, fout van hem. Het veld speelt ongetwijfeld een rol. Die stuit zal hem verrassen. Maar natuurlijk moet pas weer zo'n bal hebben. Fai. Actie goed, de paas goed, de voorzet goed, het doelpunt daar. Het laatste zetje wordt gegeven door Russeler. Om te voorkomen dat Castellon ze voor het intikken heeft, maakt Russeler een eigen treffer. Er zijn er dus al 3 doelpunten gevallen. Nou, dat is een zeldzaamheid bij wedstrijden van VVV. We zijn nog geen half uur bezig. Lange bal van Leemans is heel goed. Klaarleggen voor Hunt ook. En dan is daar Kasia die dat nog net kan voorkomen. De corner van Leemans. Lekker genomen en naast gekopt. Dat scheelde niet zo heel veel, Russeler. Mount nu meegeven, want daar komt Fai. Dat is Hens. Hij lijkt te zeggen, ik kan er niks aan doen, maar Dekker raakt de bal natuurlijk volledig met zijn handen. Inlopende koppers, Mount probeert het ineens en die zit erin. Daar is weer zo'n vrije trap van hem. Oenerstal laat zich verrassen misschien. Is in ieder geval te laat bij die paal. En Mason Mount. Hij maakt zijn 7e doelpunt van het seizoen al. Mooie, snelle 1-2 tussen Mount en Voor. De bal terug op Mount. En Mount redt het niet. Want Oenerstal pakt de bal. Van Krooi sprint. Denkt, nou, eens kijken of Pasveer in paniek raakt. Nou, dat is eigenlijk misschien nog wel het geval ook. Dan moet, ja, precies, Leemans eigenlijk schieten. Dat lukt niet. Kastelen kan breed leggen. Dat lukt wel. Seuntjens. Dat is een kans hoor voor VVV. De tweede al in de omschakeling. En dan zit de wedstrijd erop en is er applaus van de VVV supporters voor het behaalde punt. En is de teleurstelling er bij Vitesse dat het maar 1 punt is geworden. Nou, het was natuurlijk een flitsend begin met die 2-0 voorsprong. En eigenlijk kregen we iets te snel de 2-1 tegen. Ongelukkig eigen goal. Eerste keer eigenlijk dat Vitesse in de 16 kwam. En ja, goed, dan zie je uiteindelijk wel het kwaliteitsverschil, vind ik, tussen Vitesse en VVV. Vitesse voetbalt heel makkelijk. Maar ja, eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Een minuut na rust krijg je natuurlijk die vrije trap tegen. Ja, en dan komen we in een moeilijke fase. Maar ik vind dat we daar, ze hebben een hele grote kans gehad. Maar wij daarentegen hebben ook in de counter een aantal keren toch de mogelijkheden gehad om eventueel nog die wedstrijd te winnen. Maar ik was toch wel tevreden met een punt. Voor doelpuntenmaker Torino Hunten was de avond extra mooi. De vleugelaanvaller kreeg dit seizoen al veel kansen om te scoren, maar was vaak niet succesvol in de afronding. Ja, natuurlijk wil je doelpunten maken, maar ik denk dat we ook als collectief heel sterk zijn. En ik denk dat het ook een van de sterke punten is van ons team, dat we, ja, dat iedereen wel een doelpuntje kan maken. En dan, ja, in sommige aspecten ben ik dan wat minder betrokken en probeer ik zeg maar te helpen bij het verdedigen en op het middenveld te ondersteunen. Waardoor andere spelers wat weer meer ruimte krijgen om...
om doelpunten te maken. En zodoende wissel je elkaar af. Ja, je geeft het aan mijzelf al een beetje aan. Misschien typeert dat wel jouw rol ook dit seizoen. Hard werken, maar ja, misschien iets minder gelukkig in de afwerking. Ja, klopt. Ik denk dat je dat duidelijk hebt verwoord. En natuurlijk is het een verbeterpunt om meer doelpunten te maken. En ja, daar werk ik ook hard aan. Maar op dit moment valt het net niet. En nu weer net wel. En ik hoop deze lijn door te trekken. En ik geloof dat je ze liever moeilijker maakt dan makkelijker. Ja, dat is ondertussen wel de conclusie die we kunnen trekken, ja. Die moeilijke gaan er wat makkelijker in en die makkelijke gaan er wat moeilijker in. Dus ik blijf eraan werken en uiteindelijk moeten die makkelijke doelpunten ook erin. VVV blijft in ieder geval nog steeds verrassen. Opnieuw een punt tegen een van de betere teams in de Eredivisie. En met 15 punten boven de streep met nog 9 wedstrijden te gaan, handhaaft de ploeg zich in de middenmoot. Ja, dat is onwijs knap. Als je ziet, het seizoen is nu toch een maand of 8 onderweg. Als je ziet hoe we ons manifesteren en wat je terecht zegt, ook tegen ploeg als Vitesse. Ja, is niet eens onverdiend dat we een punt pakken. Dus volop lof voor mijn spelers. Ja, hoe zie je het seizoen eindigen? De rest van de wedstrijd? Nou, weet ik niet. Ik wil eerst definitief veilig zijn met 4 of 35 punten. En dan, dan gaan we gewoon kijken hoe hoog we wellicht kunnen eindigen als we dat hebben. Dus, maar ja, het belangrijkste is in ieder geval dat we het puntenaantal hebben waardoor we verzekerd zijn van Eredivisie volgend jaar. Nou, en dat lijkt de goede kant op te gaan. Na Vitesse treft VVV dit weekend opnieuw een ploeg uit de bovenste regionen. PEC Zwolle is zondag de tegenstander, de huidige nummer 6 in de Eredivisie, die overigens wel na de winterstop slechts 1 duel wist te winnen. Ja, goed, wel een moeilijk programma gehad, Zwolle vind ik. En ik vind het nog steeds een uitstekende ploeg. Maar dat is ook een ploeg, dat hebben we ook in de thuiswedstrijden gezien, waar mogelijkheden liggen. Voetballend denk ik dat zij wel verder zijn dan wij. Maar als wij weer kunnen laten zien dat we als een team functioneren, dan is het ook mogelijk om daar resultaat te halen. Zoals iedereen wel weet, spelen we uit, spelen we meestal wel goed en kunnen we de tegenstander heel moeilijk maken. Wetende dat PEC heeft gewoon een goede ploeg en laat over het algemeen heel goed voetbal zien. Dus zal het een moeilijke wedstrijd worden. Maar ja, we moeten het niet onder stoelen en banken schuiven dat we uit wedstrijden gewoon wel ons mannetje staan. Dus het zou een interessante wedstrijd worden. VVV pakte thuis een punt tegen PEC Zwolle. Weet u het nog? Het werd 1-1 door een doelpunt van Clint Leemans uit een vrije trap. Echt een hele goed voetballende ploeg, denk ik. En je ziet de spelopvatting van de trainer. Een beetje met een Ajax-filosofie lijkt het wel. En heel veel beweging en hele goede spelers die ook aan het einde van het seizoen zullen vertrekken. Dus ik denk dat we een hele lastige middag gaan krijgen daar in Zwolle. Maar als ik volgens mij thuiswedstrijd kon in de laatste minuut ook nog winnen. Dus wat een hele leuke wedstrijd, denk ik. Nou, PEC Zwolle misschien wel een leuke club om bij te spelen? Ja, PEC Zwolle is een mooie club natuurlijk, maar ik speel gewoon bij VVV en ik wacht gewoon af. Ik heb het zelf ook gelezen, al de belangstelling van Zwolle, maar ik heb nog niks gehoord van mijn zaakwaarnemer. En het is ook nog, het is bijna maart, dus de weg is nog lang naar de transferperiode en ik wacht gewoon af. Leemans doelt op een bericht in Dagblad de Stentor deze week. Daarin stond dat de 22-jarige middenvelder op het lijstje staat bij PEC Zwolle. Leemans heeft een aflopend contract in Venlo, maar de club kan een optie lichten. Wat ik wil. Ik wil het eerste moment wil ik gewoon onszelf handhaven. En daar zijn we heel goed op weg. We staan 15 punten boven de streep. We moeten ons gewoon handhaven. En dan gaan we pas verder kijken als we daar echt 100% zeker van zijn. En ook ik. En dat zijn er meerdere jongens van ons team. En ik hoop gewoon dat iedereen zo denkt, net als ik, dat we eerst dat het belangrijkste is. En dat we daarna verder gaan kijken wat voor een seizoen, wat er dan gaat gebeuren. Hoe groot schat jij op dit moment de kans in dat Clint Leemans volgend seizoen nog in de kool speelt? Tot nu toe 100%, omdat ik gewoon nog een contract heb en die optie, waarschijnlijk zal die gelicht worden. En dan ben ik gewoon nog speler van VVV, maar als er een geldbedrag op tafel wordt gelegd door een subtop club in Nederland of misschien wel in het buitenland, dan gaat VVV en ikzelf en mijn management en mijn ouders daarover nadenken. En zo zit de voetballerij nou eenmaal in elkaar. En je speelt niet heel je leven bij één club. Dat is voor heel weinig mensen weggelegd.
En ook ik heb mijn ambities. Maar ik heb het heel erg naar mijn zin hier in Venlo. En dat weet ook volgens mij iedereen. En ik ben blij om hier te spelen. En twee fantastische jaren tot nu toe. En ik hoop dat we gewoon op het eerste moment dat we ons gewoon veilig gaan spelen. En weet u het nog? Vorige week ging het gerucht dat trainer Mauri Steijn in gesprek zou zijn met Vitesse. Steijn ontkende dat toen, maar afgelopen weekend gaf hij bij de NOS aan wel benaderd te zijn door een club. Dat is niet Vitesse, maar meer wil de trainer daar op dit moment niet over zeggen. Dan terug naar PEC Zwolle VVV. Steijn mist zondag Suntjes, die tegen Vitesse zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg. En Van Brugge, die nog steeds is uitgeschakeld vanwege een hamstringblessure. Promes is volledig hersteld van eenzelfde blessure en dus wel weer inzetbaar. In Zwolle won VVV voor het laatst in 2011. Het was in de finale van de play-offs voor handhaving in de Eredivisie. Met een hoofdrol voor de Nigerianen Michael Uchebo en Ahmed Moussa. Uchebo wist twee keer te scoren op aangeven van zijn landgenoot Moussa. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.